Hallo iedereen, wij gaan het hebben over de Slag van Donuts. Dat begon in het begin van de Gastrijdstraat, hier achter ons. De Slag van Donuts ging tussen de Brabantse en de Oostenrijkse. Het was een heel belangrijk gebeurtenis in Donuts. Daarom zullen we het nooit vergeten. Het was een heel groot gevecht met allemaal wapens en kanonnen. Er waren 108 doden, 60 monniken, 23 vermissen en 3 kanonnen verloren voor de Habsburgse monarchie. Er was ook een herdenking, maar dat vertelt iemand anders van. De Slag van Donuts begon om 7 uur in het weekend. De volgende persoon gaat meer vertellen over de Slag van Donuts. Er is meerdere keren een Slag van Donuts geweest. Eentje in 1789 en eentje in 1579. Wij gaan vandaag meer vertellen over de Slag van Donuts in 1789. De Slag van Donuts duurde in totaal 4 dagen. In het begin werd er alleen gevochten in de Gelsterstraat, maar daarna werd er al snel gevochten op heel Donuts. Er is veel vernietigd en vernield, maar uiteindelijk kon het Oostenrijkse leger vertrokken. Er is ook een boek geschreven over de Slag van Donuts. En er zijn meerdere monumenten, kunstwerken en schilderijen van de Slag van Donuts. Een van de kunstwerken daarvan is het ruiterportret van prins Maurits. De volgende persoon gaat meer vertellen over de Slag van Donuts en gaat ook vertellen hoe de Slag van Donuts is begonnen. Ik ga het hebben over hoe de Slag is begonnen. Op 27 oktober 1789 naderden 3000 vijanden geoefende en goed gewapende Oostenrijkse Donuts. Een aanzienlijk deel van de patriotten verschanste zich achter de kerkhofmuur van de Sint-Pieterskerk. De eerste Oostenrijkse avond vond plaats aan het begin van de Gelsterstraat. Het gevolg was dat de overwinning in Donuts verspreidde over de zuidelijke Nederlanden en wakkerde het verzet aan. En deze gebeurtenis vormde een aanzet tot een klein jaar onafhankelijkheid en het waren de prelude voor de definitieve onafhankelijkheid in 1830. Er werd op 5 uur gevochten in de straten. De Gasthuisstraat is nu een winkelstraat geworden. Elk jaar wordt de slag herdacht met een schouwspel op de Gasthuisstraat, waar het hevigst werd gestreden. Daar deed de juffrouw van het vijfde leerjaar mee aan de herdenking. Een grafsteen van de hand van Brosius op de grote markt van Donuts herinnert aan deze slag. De steen dateert van 1880, ter gelegenheid van 100 jaar Slag van Donuts. Een beeld van de Turnhoutse patriot van Leo van Herwegen werd in 1989 gemaakt ter gelegenheid 200 jaar Slag van Turnhout. Er waren ook andere leuke monumenten zoals de speelkaarten of de Turnhoutse reuzen, maar wij kozen voor deze erfgoed omdat het leuk leek en omdat het interessant was. Vonden jullie het leuk? Wij in ieder geval wel. En bedankt voor het kijken. André. De beeld van links is die van 200 jaar Slag van Donuts. En die van rechts, die is van 300.000 op de Slag van Donuts.